Goedenavond. Vlaams minister van Omgeving Demir krijgt permanente politiebegeleiding nadat boeren hun woede koelen over het stikstofakkoord. Er zijn tegen dat akkoord ook honderden bezwaarschriften ingediend. We hebben als stuurgroep met mevrouw Demir ook in een dialoog gegaan. Maar uiteindelijk bent je beter dat je soms tegen een boom staat te praten. Ze neemt niks op, ze houdt met niks of niemand rekening. Er komen enkele hete dagen aan. Niet lang genoeg voor een hittegolf, maar uit voorzorg activeert het KMI het hitte- en ozonplan. Het Verenigd Koninkrijk heeft gisteren geen asielzoekers naar Rwanda overgevlogen na een gerechtelijke uitspraak. Maar de regering is niet van plan om haar koers te wijzigen. And we believe that we are fully compliant with our domestic and international obligations. And preparations for our future flights and the next flights have already begun. Mats Petersen, de ex-wereldkampioen, pakt hem. Jawel. Wel eens tweede. Zo kwamen ze over de streep. En de Deen Mats Petersen wint de openingsetappe van de Ronde van België. In de sprint is hij 4 Belgen te snel af. Net als in Nederland doet ook bij ons het stikstofbeleid de emoties oplaaien. Landbouwers zijn woedend op Vlaams minister van Omgeving Zuwel Demir, die vasthoudt aan haar stikstofplan. Demir krijgt nu zelfs extra bescherming. Ze mag zich alleen nog verplaatsen in een beveiligde auto onder politiebegeleiding. De minister heeft ook een klacht ingediend na een infoavond over stikstof in Merksplas. Daar hadden boeren een tractor gezet met een opgeknoopte pop en daaronder Demir aan de strop. Minister Demir zit vanmiddag gewoon in het parlement, maar hier aankomen en vertrekken kan niet meer zomaar. Demir mag van de veiligheidsdiensten niet meer met haar eigen auto op pad en krijgt politiebewaking. Er is sprake van dreiging niveau 3 of ernstig. Een dreiging is dan mogelijk en waarschijnlijk. De verscherpte veiligheidsmaatregelen hebben te maken met het boerenprotest tegen het stikstofakkoord. Demir sprak daarover eergisteren nog met boeren in Merksplas. Buiten stond deze fijn besnaarde tractor. Binnen zat een parlementslid van de regeringspartij CD&V. Laat mij heel duidelijk zijn dat de wijze waarop inderdaad een pop en een strop en de slogan die daarbij staat, dat ik dat ook betreur en dat ik daar ook afstand van neem en dat ik dat niet een goede manier van uiting van boosheid of van vragen vind. Maar dat is eigenlijk wel in tegenstelling tot hetgeen wat ik heb ervaren die avond. Ja, misschien moeten we ook met z'n allen eens kijken naar de landbouworganisaties die de afgelopen 10, 15, 20 jaar mee het beleid hebben uitgetekend. Ja, ik weet het. Jullie horen dat misschien niet graag. Ik kan op 2 jaar niet toveren. Ik kan niet toveren. Ik zou dat graag willen. De Vlaamse regering wil de stikstofuitstoot door de landbouw drastisch doen dalen, omdat die de natuur erg schaadt. Boeren moeten daarom zwaar investeren, met overheidshulp of soms zelfs stoppen. We willen niet eindigen zoals Nederland, zegt de regering. Daar is het probleem nog groter, het protest aan de deur van de minister na vanavond. U staat heel dicht bij mijn huis. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. En nu is het gewoon klaar. Dus ik ga... Klaar is minister Demir bij ons nog niet met het stikstofprotest, met nu dus ook extra bewaking, zoals ook sommige federale ministers door andere dossiers die al kregen of nog steeds krijgen. Een langere reportage over minister Demir en haar confrontatie met de boeren in Merksplas kunt u zien in Ter Zake straks op Canvas. De minister komt ook naar de Ter Zake studio. En Merksplas ligt vlakbij het Turnhoutse Vennegebied, een waardevol natuurgebied waar de stikstofuitstoot dus drastisch naar beneden moet. Een andere gemeente in die buurt is Ravels. Daar heeft de burgemeester vanochtend 600 bewaarschriften gekregen van tientallen boeren. Ook in Ravels is de landbouw zwaar getroffen door het stikstofakkoord. 7 op de 10 landbouwbedrijven moeten er sluiten of zwaar investeren. Dank u wel. Nog tot vrijdag hebben landbouwers en burgers de tijd om bezwaren in te dienen tegen het Vlaamse stikstofakkoord. In Ravels wachten ze niet zo lang en krijgt de burgemeester er vandaag al zo'n 600.
Als wij tussen de boeren komen en bij de mensen in het dorp, dan horen wij heel sterk de bezorgdheid die er momenteel is. En zelfs meer dan bezorgdheid is, is angst, er is onzekerheid. En vandaar dat we inderdaad konden verwachten dat er heel wat bezwaren gingen komen. De komende weken zal de gemeente de bezwaren bestuderen en verwerken in haar advies aan de Vlaamse overheid. Als het stikstofakkoord wordt uitgevoerd zoals het nu is, zal het op 154 van de 220 landbouwbedrijven in Ravels een impact hebben. De boeren voelen zich geviseerd. De regels worden permanent aangepast, hoe dat het eigenlijk voor hun het beste uitkomt. Het zou waardig zijn en democratisch zijn mochten ze eens een plan opmaken met een toekomstvisie naar 2050, zodanig dat men ziet dat er tussen nu en 2030 meer bijna 40% van de landbouwbedrijven zal verdwijnen. Het is vooral de onzekerheid over de toekomst die kopzorgen geeft. Kan ik nog actief blijven? Zoals nu de plannen op tafel staan, zal dat moeilijk gaan. Want als we naar een verminderde bemesting of een nulbemesting moeten gaan in die perimeter, dan is landbouw in dat gebied gewoon niet mogelijk. Natuur en landbouw, kan dat samengaan? Dat kan samengaan, maar als dat op een wijze moet dat de landbouw alles moet aanvaarden en gedogen en dat natuur alles mag en kan en dat spelregels gewijzigd mogen worden tijdens het spel, dan zal dat nooit gaan. Vlaams minister van Welzijn, Hilde Krevits van CD&V, stuurt de zorginspectie af op 60 probleemcrashes. Dat zijn crashes waar tegen de voorbije jaren een gerechtelijk onderzoek liep en die nog open zijn. De crèches kregen al een herevaluatie en de minister kreeg de boodschap van het agentschap Opgroeien dat ze in orde waren. Maar later bleek dat er tegen een crèche in Veurne nog een onderzoek loopt waar een peuter in het ziekenhuis belandde. De zorginspectie ging ook maar bij 6 crèches effectief langs voor de herevaluatie. De minister wil nu het zekere voor het onzekere nemen. Ik heb na wat er natuurlijk gebeurd was deze week met zowel de inspectie als met zorginspectie als met Opgroeien contact gehad, gesproken ook met de vraag, ja, zou het niet beter zijn dat er toch aanvullend aan de evaluatie die jullie gemaakt hebben nog eens een locatiebezoek ook zou zijn door de inspectie en men is daarmee akkoord gegaan. Die resultaten zullen ook vrij snel ter beschikking zijn tegen half juli. Maar nog eens, het is een aanvullende maatregel. Het is niet iets wat de evaluatie die Opgroeien zelf gemaakt heeft vervangt. Hebt u nog vertrouwen in het agentschap met deze hele situatie? Ik betreur natuurlijk wat er gebeurd is deze week. Maar ik stel anderzijds vast dat men heel assertief ook maatregelen voorstelt om te zorgen dat dat niet meer kan gebeuren. Ik vind het belangrijk dat de onderzoekscommissie haar werk kan doen. Ik heb ook de aanvullende inspectie, maar ook de herevaluatie net gevraagd om ook heel transparant te kunnen zijn naar onze onderzoekscommissie. Mevrouw Vregge gaat vrijdag naar die onderzoekscommissie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze daar ook de kans krijgt om haar verhaal te brengen, haar statement te maken en nadien zullen er dan conclusies getrokken worden. Het aantal kinderen en jongeren in Vlaanderen dat opgroeit in een pleeggezin is vorig jaar gestegen tot bijna 10.000. Dat is goed 5% meer dan het jaar voordien. Het aantal pleeggezinnen neemt ook toe, maar er is nog altijd veel meer vraag dan aanbod. Voor zo'n 900 kinderen is vorig jaar geen gezin gevonden. Enerzijds merken we dat dat positief is, hè, op die manier kinderen in een moeilijke situatie in een warm nest terechtkomen. En ook, dat was ook belangrijk voor hun hechting onder meer. Anderzijds ja, wordt je natuurlijk geconfronteerd met het feit dat steeds meer kinderen en jongeren ook nood hebben aan die plek, weg van hun eigen gezin. Er zijn dus niet genoeg opvangplaatsen. Vooral voor broers en zussen die samen een plek zoeken. Voor tieners en voor kinderen met complexe problemen is het moeilijk. Daarom wil het agentschap Opgroeien meer zogenoemde gezinshuizen. Daar vangen professionele zorgouders kinderen op binnen hun eigen gezin. En ze kunnen rekenen op ondersteuning van een jeugdhulporganisatie. Wij gingen kijken in zo'n gezinshuis in Bonheide. Dat zijn hier allemaal de beren van de kinderen die dat door de jaren heen allemaal hebben achtergelaten. Die dat dan als ze 20 of 21 zijn, die hebben meegenomen. En die laten dat dan hier. En ik kan dat dan niet over mijn hart krijgen van dat weg te smijten. Dus ik hou dat allemaal bij. Hilde en haar gezin vangen al 26 jaar kinderen op die tijdelijk niet terecht kunnen thuis. Momenteel wonen er 5 jongeren bij hen tussen 12 en 20 jaar. Wij werken echt voor Jeugddorp. En wij worden ook betaald als bediende werkzaam in Jeugddorp. En wij doen hier alles. Samen met ondersteuning van nog iemand die de logistiek doet. En nog iemand die ons helpt bij de opvang van de kinderen.
Regelmatig komen de opvoeders en andere jeugdwerkers van Jeugddorp samen om bij te kletsen en ervaringen uit te wisselen. Dat er altijd collega's in de buurt zijn, helpt het gezin enorm. Je staat nooit alleen. Je wordt omringd door collega's die heel goed weten met wat voor werk dat je bezig bent. Als het dan eens moeilijk gaat, dan hoef ik maar een half woord tegen iemand te zeggen. Die weten dan exact waarover dat gaat. Want het is niet altijd roze geur en maneschijn. Absoluut niet. Ja. Hey. Lukt het een beetje? Ja. Ik heb iets bij voor u. Voilà, dan kun je terug wat energie opdoen. Sascha woont al 4 jaar bij Hilde, samen met haar broer en 2 zussen. Ze is er graag en heeft ook weer een goed contact met haar moeder. Doorheen de jaren is mama ook heel hard veranderd met de hulp van Moeke en Vaken en zo. Daarvoor was het soms dat ze niet kwam en dan liet ze het niet meteen weten, maar dat is ook al heel hard veranderd doorheen de jaren. Ze is heel hard veranderd en dat is heel tof. Het is vasthouden en niet loslaten. Blijven doorgaan. En altijd zoeken naar nieuwe wegen om het toch te proberen. Dat is iets wat ik zeker nooit zal doen. Zolang ze hier zijn, zal ik blijven proberen. De Europese Centrale Bank is vandaag in spoedzitting bijeengekomen. En dat is hoogst uitzonderlijk. De aanleiding is de lange termijn rente in Italië. Die is fors opgelopen. De ECB was vorige week nog maar bijeen in Amsterdam. Daar werd toen aangekondigd dat de rente in de eurozone volgende maand verhoogd wordt in een poging de hoge inflatie wat naar beneden te krijgen. Maar minder dan een week later moet de centrale bank dus alweer samenkomen. Michael van Drogenbroek, hij volgt het financiële nieuws, dus ook alles wat de ECB doet. 2 keer in zo'n korte tijd samenkomen. Kunnen we zeggen dat er paniek is? Ja, ik denk dat er toch wel wat paniek zal geweest zijn, want zo'n spoedvergadering dat gebeurt zeer, zeer zelden. En het verschil is groot. Vorige week in Amsterdam daar werd er weinig of niks gezegd over die rente van Italië die omhoog ging. Die vragen werden ook wat ontweken. Maar de voorbije dagen was die nog eens fors gestegen tot 4%. En vooral het verschil met een land, een veilig land wordt dan gezegd, als Duitsland, werd ook groot. En die situatie, een land met een hoge rente en een groot verschil met Duitsland, dat hebben we 10 en 12 jaar geleden ook gezien in de eurocrisis. Een land als Griekenland is ook door dat traject, als je het zo kan zeggen, gegaan. Nu, de situatie is nog niet te vergelijken met die van de eurocrisis, maar er is wel waakzaamheid. En waarom Italië, dat die rente net zo fors stijgt? Wel, het is een grote economie die in die eurocrisis net altijd door het oog van de naald is gegaan. Maar desondanks een heel hoge staatsschuld, een groot tekort. Nu, er zijn nog landen die dat hebben. Ons land heeft ook een hoge staatsschuld, ook een groot tekort. Trouwens, ook onze rente is het voorbije half jaar fors gestegen, maar niet in die mate dat Italië nu toch in de schijnwerpers komt te staan. Mm-hmm. In elk geval, de ECB is alert, mogen we toch wel zeggen. Zeker wat Italië betreft. Gaat ze ook iets ondernemen? Ja, bij de ECB is er altijd de weg van de geleidelijkheid en veel aankondigingen. En dat is vandaag ook gebeurd. Wat de ECB kan doen en allicht zal doen, is het staatspapier, de obligaties die Italië uitschrijft om geld te lenen, om daar zelf een deel van op te kopen. En in de hoop van, als ze dat dan massaal doet, dat die rente dan zakt. Trouwens, alleen al de aankondiging dat de ECB in spoedzitting bijeenkwam, heeft die rente al wat doen zakken. Maar het is wel vreemd dat daarvoor gekozen wordt, omdat de Europese Centrale Bank de voorbije jaren niet anders gedaan heeft dan staatspapier opgekocht, nog in de naweeën van de eurocrisis, met als doel die rentes naar beneden te krijgen. Maar daar is de centrale bank bewust mee gestopt, omdat het de rente net wil verhogen. Dat is nodig om die inflatie naar beneden te krijgen. En dus kan je zeggen dat de centrale bank een beetje in conflict komt met de 2 doelstellingen die ze heeft. Enerzijds de inflatie beheersbaar houden, die is absoluut niet nu, dus de rente moet omhoog. Maar ook de financiële stabiliteit in de eurozone. En die zien we nu heel erg verschillen door die rentestanden. En dat maakt dat die evenwichtsoefening dat die heel moeilijk, heel delicaat wordt. Ja, precies. Nu, die inflatie op een gezond peil houden, dat is wat de ECB moet doen. Maar dat moet ook de Amerikaanse centrale bank doen. En daar komt straks nieuws over. Ja, over een goed half uur zal dat zijn, want die Amerikaanse centrale bank zit ook bij een. Om dezelfde reden, ook daar is de inflatie torenhoog, zelfs nog wat hoger dan bij ons. Het verschil is wel dat de Amerikaanse centrale bank wel iets ondernomen heeft. Die heeft de rente de voorbije maanden al een paar keer verhoogd. En dat is ook het enige echte wapen dat je hebt tegen die hoge inflatie. Politici moeten niet te veel bezig zijn met geld uitgeven. Het zijn die centrale banken die door die hogere rente gaan proberen. Ja, spaarden wordt dat wat interessanter, lenen minder interessant. Dat ze wat minder geld naar de economie moeten duwen, want dat is het eigenlijk. En die motor die nu wat oververhit krijgt,
geraken, moet dan wat kunnen afkoelen. Dus renteverhogingen zijn daarbij het wapen. Alleen Amerika of de Amerikaanse Centrale Bank heeft dat al twee keer gedaan en zal dat vandaag doen, mogelijk aan een niveau dat ze dat al heel lang niet meer gedaan heeft, 0,75%. Mogelijk, dat weten we straks. Het verschil met ons is groot. Bij ons heeft de Europese Centrale Bank vorige week aangekondigd dat midden juli een eerste keer die rente zal verhogen, voorzichtig. Dus daar zit een verschil. Het is een reus versus de dwergstapjes die wij zetten. Oké, dankjewel voor je toelichting, Michel. Wie nu maandag met het vliegtuig vertrekt van op Brussels Airport, die krijgt van de luchthaven de raad om niet te vertrekken. De vakbonden houden een nationale actiedag en een groot deel van het beveiligingspersoneel zal daaraan deelnemen en dus staken. Dat betekent zeer veel hinder. Zo zullen er maar 3 van de 15 securitystroken open zijn waar de handbagage gescand wordt en passagiers onder een scanner doorlopen. En van de bagageafhandelaars zal er ook personeel staken. Wel, voor de passagiers die toch reizen en wiens vlucht bevestigd is door de luchtvaartmaatschappij, die adviseren we om enkel met handbagage te reizen, omdat er ook impact kan zijn bij de bagageafhandeling. En ook om via onze website na te gaan om hoe laat ze best naar de luchthaven komen voor hun vlucht. Bij het spoor maken de vakbonden zich zorgen. Daar verdwijnen de komende 10 jaar 2000 banen bij de NMBS en bij Infrabel. Niemand wordt ontslagen, wie met pensioen gaat, wordt niet vervangen. Maar de vakbonden zien niet hoe dat te rijmen valt met meer en betere dienstverlening. Zeker omdat de NMBS nu al treinen moet schrappen door een gebrek aan personeel. In de nieuwe beheersovereenkomst met de regering staat dat de NMBS en spoorwegbeheerder Infrabel moeten afslanken. Bij de NMBS werken nu 17.000 werknemers en er worden 1.771 jobs geschrapt. Maar er komen wel nog 660 treinbestuurders en begeleiders bij, waardoor er uiteindelijk 1100 jobs verdwijnen. Bij Infrabel werken nu 9.216 mensen. Binnen 10 jaar moeten dat er 900 minder zijn. Volgens de vakbonden een onbegrijpelijke beslissing. Nu al zijn er onvoldoende mensen om de treinen te laten rijden. Om een trein te laten rijden heb je 1 treinbestuurder nodig, heb je 1 treinbegeleider nodig. Als je dus 50 treinen wil laten rijden, heb je minstens 50 treinbestuurders, 50 treinbegeleiders nodig. Maar als er iemand wegvalt, dan heb je iemand nodig om die trein te kunnen bedienen, want anders staat die stil. En dat is hetgeen dat er tegenwoordig gebeurt. Dus er valt iemand uit en men moet overgaan tot afschaffing van de trein. Spoorwegbeheerder Infrabel wijst erop dat ze door de krappe arbeidsmarkt onvoldoende mensen vinden met een technisch profiel. Ze zijn wel verplicht om bijvoorbeeld het onderhoud van wissels en de sporen te automatiseren en het dus met minder personeel te doen. Het gaat dan over de knelpuntberoepen, de technische beroepen, mechaniciëns, elektromechaniciëns, bankwerkers, ingenieurs, werfleiders en ga zo maar verder. Dus die profielen zijn zeer gewild. Iedereen zoekt achter die mensen en het is moeilijk om die te vinden. Daarom zetten wij bijvoorbeeld ook in op automatisering. Sommige processen worden geautomatiseerd en dan kunnen we dat ook voor een deel op die manier opvangen. Dat zijn performante systemen dat er zijn, maar er moeten ook mensen zijn om die zaken te bedienen. En dat vergeet men uit het oog. Dus als er een probleem is, als er een crisissituatie is, dan moeten er mensen zijn om kunnen in te springen om die crisissituatie op te vangen. En daar wringt dan ook het schoentje. Op het spoor is vorige nacht een tragisch ongeluk gebeurd. 2 spoorwegarbeiders zijn aangereden door een trein. 1 van hen overleefde dat niet, de andere is zwaar gewond. Ze werkten voor een onderaannemer en waren bezig met voorbereidende werkzaamheden aan het spoor in de buurt van het station van Wetteren. Normaal mogen ze dat pas doen wanneer het spoor buiten dienst is gesteld, maar dat was op dat moment nog niet het geval. Er wordt nu onderzocht waar het misliep. Hier in dit geval was het nog voorzien dat de laatste treinen, het ging dan over een paar reizigerstreinen en ook een paar goederentreinen, dat die toch nog zouden passeren langs Wetteren. En pas daarna zou het spoor buiten dienst gaan. Dat is ook zo gebriefd, dat staat ook zo in de zogenaamde bulletins. Dus dat zijn verkeersrapporten die bij zo'n werken worden opgesteld. Iedereen was daarvan op de hoogte. Hoe dit ongeluk dan toch is kunnen gebeuren, ja, dat is voorlopig nog een raadsel. Dat is ook de reden waarom wij meewerken aan het onderzoek om dit te kunnen begrijpen. Buzz Lightyear uit Toy Story heeft zijn eigen animatiefilm. Straks meer daarover. Eerst het weer. Er komt hitte aan de komende dagen. De temperaturen zullen oplopen tot meer dan 30 graden.
Het KMI heeft de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan geactiveerd. Door het warme weer in combinatie met luchtvervuiling en intense zonneschijn kan de ozonconcentratie in de lucht pieken. En dat is niet goed voor de gezondheid. Kwetsbare mensen vermijden dan het best zware inspanningen. En er zijn ook de andere gebruikelijke tips. Wel, het is al warm en het wordt nog warmer, vooral vrijdag en zaterdag. Vrijdag zo'n 30 graden, zaterdag tussen 30 en 35 graden. En dan vragen we dus aan de mensen om rekening te houden met die hitte. Heel concreet voldoende water te drinken. We hebben allemaal ouders en grootouders dat die mensen toch voldoende schaduw opzoeken. Want voorkomen is beter dan genezen. Wie in de bouw werkt onder meer, ontkomt er niet aan om zware arbeid te verrichten buiten in de hitte. Daarom heeft ook de Confederatie Bouw een hitteplan met heel wat concrete tips. Next day will be very hot and we think we stop to work at 12. Not work too much because it's very hot. Het was al warm vandaag en de komende dagen komen er nog een aantal graden bij. En dat brengt risico's met zich mee voor iedereen die buiten moet werken, zoals bouwvakkers. Om hen te beschermen stelt de Confederatie Bouw vandaag hun hitteplan voor. Bijvoorbeeld, 's ochtends sneller beginnen zodat er vroeger kan gestopt worden. Meer pauzes geven aan de werknemers. Voldoende water en andere frisdranken ter beschikking stellen. Voor jobrotatie zorgen, zodat de blootstelling minder lang aanhoudt aan de zon. En dan is er nog een tip om meer zaken te gaan vervaardigen in het atelier, in plaats van op de werf. Op deze werf in Kraaijnem nemen ze de tips alvast ter harte. Dus op de werf nemen we ook altijd een frigobox. Daar zetten we dus ijs in, zodat we water in kunnen steken. En het water is dan altijd goed fris, zodat de werknemers regelmatig fris water kunnen drinken. Kan je nou werken in zo'n weer? Je kan zeker werken, maar je moet dan vroeger beginnen en tijdig veel water drinken en rond 12 uur of 1 uur, 2 uur maximum stoppen met werken. Zeker niet doorwerken, geen lange dagen doen, je zeker niet uitputten. En met warm weer in aantocht komen ze als geroepen, de strandredders. Vanaf vandaag, 15 juni, zijn ze op post en dat nog de hele zomer lang. Met 1400 zijn ze in totaal. Maar toch uitkijken als u verkoeling wil zoeken in zee. De eerste weken zijn nog niet alle zwemzones bemand en mag er dus nog niet overal gezwommen worden. Tot half september is dit weer een vertrouwd beeld aan zee, redders aan de waterlijn. De komende twee weken staan ze nog niet overal, maar wel in 1/3 van de badzones. Dat zijn er 26 in totaal, dus je kunt op elke gemeente wel een plekje vinden waar je veilig kunt gaan zwemmen. Om alle geopende posten te zien moet je nog even wachten tot 1 juli. Veel redders zijn nu nog niet beschikbaar wegens examens. Alle plekjes vullen was niet simpel, maar het is gelukt. Ik ben een laatstejaarsstudent, waardoor ik eigenlijk voornamelijk stage heb en nu nog een masterproefverdediging en eigenlijk heb ik geen examens meer. En de redders zien vanmiddag al aardig wat volk op het strand. Toch is zwemmen voor velen nog iets te hoog gegrepen wegens te fris water. Tot de beentjes en dan is het genoeg, want het is echt koud. 16 graden. Ja, je voelt het. Het is wel kouder dan buiten ook. Dus, ja. Toch laten sommigen zich niet afschrikken. Agnès is 94 en in de periode met redders komt ze dagelijks zwemmen, als het weer het toelaat. Ik durf nog niet te ver gaan, want het is de eerste keer dat we hier van het jaar gaan in het water. Dus. Maar de redders zijn er weer. Is dat een geruststelling? Zonder redders ga ik niet gaan zwemmen. Nou ja, dat is heel, en die is al goed voor mij, hoor. En toch is het al opletten geblazen. De mensen gaan in zee, ook op plaatsen waar dat eigenlijk niet mag. Het is eigenlijk de zones die dicht bij het casino zijn nog dicht. En die gaan pas open in juli en augustus. Dus voor de mensen is het niet direct duidelijk waar ze wel of niet mogen zwemmen. Met een heet weekend voor de deur verwachten de redders veel volk. Maar zomaar overal gaan zwemmen kan dus niet. Daarom nog deze tip. Ga echt zwemmen in een bewaakte post. Want daar kan je eigenlijk effectief veilig zwemmen. Want in onbewaakte zone is het nog altijd niet toegelaten om te zwemmen. Dus als je geen vlaggen ziet, daar zal het niet te doen zijn? Nee, als er geen vlaggen zijn, is het niet veilig en mag je in principe ook niet in zee. Appartementen aan de kust zijn nog maar eens duurder geworden en niet een beetje. Vorig jaar waren ze 7,5% duurder tegenover het jaar daarvoor, 2020. Dat geeft de nieuwste kustbarometer van de notarissen aan.
Gemiddeld kostte een appartement aan de kust in 2021 zo'n 300.000 euro. De duurste appartementen vind je in Knokken met een gemiddelde prijs van 590.000 euro. De goedkoopste in Westende met 180.000 euro. Wie een appartement op de dijk wilde kopen, met zicht op zee dus, betaalde daar gemiddeld 13,6% meer voor dan in 2020. Dijkappartementen zijn gegeerd. Mensen gaan ervan uit dat het een zekere investering is. Men gaat ervan uit dat een dijkappartement kopen een goede investering is, omdat men ervan uitgaat dat de vraag naar die dijkappartementen altijd wel hoog zal blijven en dat het minstens zijn prijs zal behouden of misschien zelfs een meerwaarde zou kunnen realiseren. En vandaar dat de vraag precies naar die dijkappartementen behoorlijk gestegen is in 2021. Whilst I was talking to him, I overheard in the background an official of some description telling the people that were due on the flight that the flight was no longer happening. So I could hear that in the background. Everyone was cheering. Quite a Hollywood moment, really. Op de valreep is gisteravond het toestel aan de grond gebleven dat asielzoekers van het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda zou brengen. Kort voor vertrek kwam er een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waardoor de geplande uitzetting niet wettelijk was. De regering van premier Johnson wil de migratie over het kanaal ontmoedigen door asielzoekers naar Rwanda te brengen, waar ze dan asiel kunnen aanvragen. Het vliegtuig en de crew waren klaar om asielzoekers naar Rwanda over te vliegen. Een dertigtal was de bedoeling, maar door juridische procedures bracht een bestelwagen er maar een zevental naar de tarmac. Want het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde alvast dat de veiligheid van één van de passagiers niet gegarandeerd kon worden. Daarop blies de regering de nachtelijke vlucht af voor iedereen. Een terechte beslissing vinden mensenrechtenorganisaties. Rwanda is known for quite a number of human rights violations, including infringement on the freedom of speech, freedom of peaceful assembly, disappearances. Attacks on opposition organizations, human rights organizations. Het Britse plan is al langer hoogst controversieel, maar de Britse premier ziet er geen probleem in. Misschien moeten de juridische regels maar veranderen, vindt hij. Will it be necessary to change some laws to help us as we go along? It may very well be, and all these options are under constant review. Met dat Rwanda-plan wil Johnsons regering asielzoekers afschrikken die met bootjes de gevaarlijke overtocht over zee maken. Maar voorlopig maakt dat weinig indruk. Net gisteren staken meer dan 440 mensen het kanaal over, het hoogste aantal in maanden. Toch wil de regering sowieso doorzetten. We believe that we are fully compliant with our domestic and international obligations. And preparations for our future flights and the next flights have already begun. In Oost-Congo nemen de spanningen op de grens met buurland Rwanda toe nadat een rebellengroep begin deze week een belangrijke stad heeft veroverd in de regio. Volgens de Congolese regering zouden de rebellen gesteund worden door Rwanda, maar dat land ontkent. In de stad Goma is een protest uit de hand gelopen. Enkele duizenden Congolese betogers komen in Goma op straat om te betogen tegen Rwanda. Ze eisen een krachtig optreden tegen de Rwandese president Kagame, omdat hij de M23-rebellen zou steunen die al sinds november weer aan een opmars bezig zijn in het gebied. Voor het moment is ons land agressief door een voisin. We zullen niet accepteren deze grote orde die niet daten al zo'n jaren in ons land. En als we vandaag zijn rassemblés in deze lijn, is het om onze steun direct of indirect aan onze armée. Wanneer de betogers de grenspost met Rwanda bestormen, loopt het uit de hand. De Congolese politie drijft hen uiteen met traangas. De spanningen escaleerden nadat maandag de strategisch belangrijke stad Bunagana werd veroverd door de rebellen. Het Congolese leger beschuldigt Rwanda van een invasie, maar Rwanda beschuldigt Congo op zijn beurt van grensgeweld. De relatie tussen beide landen staat al decennia lang onder druk, zeker na de genocide in 1994.
Er zitten nog altijd miljoenen tonnen graan vast in Oekraïne. Maar de Amerikaanse president Joe Biden heeft een plan om dat graan het land uit te krijgen via het spoor. Normaal wordt Oekraïns graan verscheept vanuit Oekraïnse havens aan de Zwarte Zee, maar die heeft Rusland bezet of geblokkeerd. De export is zo goed als stilgevallen en het graan is letterlijk broodnodig voor de wereldwijde voedselvoorziening. Om het graan via het spoor het land uit te krijgen, stelt Biden voor om tijdelijke silo's te bouwen aan de grenzen. We're working on a plan to get it out through other countries by rail. But guess what? Ukraine has a system like Russia has, a rail gauge that is different than the gauge of the rest of the tracks in Europe. So we're going to build silos, temporary silos, in the borders of Ukraine, including in Poland, so we can transfer it from those cars into those silos into cars in Europe and get it out to the ocean and get it across the world. Dag Maarten. Er is gekoerst bij ons vandaag. De Ronde van België is gestart. Ja, die ronde is vandaag van start gegaan. In geweldig goed weer natuurlijk. En het was meteen een zware tocht door de Vlaamse Ardennen. Onderweg lagen zo'n 20 hellingen. En uiteindelijk werd er gesprint met een elitegroep. En daarin toonde de Deen, Mes Pedersen, zich de snelste voor Tim Welles en Jasper Philipsen. Voor Pedersen, de ex-wereldkampioen, is de Ronde van België de ultieme voorbereiding op de Tour, waar hij in de straten van Kopenhagen in zijn thuisland de gele trui wil pakken. Op en af in de Vlaamse Ardennen dan verwacht je klassieke coureurs. Hermans, Schmidt en Pedersen met een eerste ferme prik. Het scheurt regelmatig en toch gaan we met een vijftigtal renners de slotronde in. Van Marke is daar ondanks twee lekke banden nog bij. Arnaud Delis moet passen, het gaat net te snel. In de slotronde ligt de gouden kilometer. Pedersen pakt daar 6 bonusseconden, maar Schmidt ook. We zitten dan wel al aan de slotklim op 3 kilometer van de aankomst. Dat is Berg ten Houten. Seneschal ontbindt wat duivels. Pedersen in spoor, wel eens in de buurt. Maar niemand geraakt echt weg en dus gaan we sprinten met sterke mannen. Philipsen gaat aan van ver, Pedersen en Welles zitten in de buurt. Moeilijk te zien op dit beeld wie deze etappe gaat winnen. Met Pedersen, de ex-wereldkampioen, pakt hem, jawel! Jasper Philipsen probeert alles en iedereen te verrassen, maar valt dan stil op de hellende strook. Pedersen niet. Een rit winnen en de leiderstrui pakken, dat is een goede generale repetitie voor de Tour, want die start in zijn thuisland Denemarken. Of course, that's one of my goals for the Tour. It would be a dream to have a yellow jersey in Denmark, but I also know it's really tough and so many good bike riders, so it's a really difficult thing to do, but it's a dream and it's a goal. De Tour start met een tijdrit van 13 kilometer en morgen in Knokke-Heist maakt hij opnieuw kans om te winnen. De Red Flames, dat zijn de nationale voetbalvrouwen, die zijn volop bezig aan hun voorbereiding op het Europees kampioenschap van volgende maand. Vanmorgen hebben ze in Tubeke een laatste keer getraind vooraleer ze afzakken naar Engeland. En na een korte nacht kwam de bondscoach bij de mannen, Roberto Martinez, even kijken. De bondscoach bij de vrouwen, dat is Yves Cerneels, die heeft zijn ruime selectie van 33 namen al uitgedund, want uiteindelijk mogen er maar 23 Red Flames mee naar het EK. Gisteren kregen Teulings, Van Bellen, De Truijer en Mertens te horen dat ze naast de selectie vallen. En vooral Teulings is toch een verrassende keuze. Het zijn niet de leukste momenten voor mij als coach en ook niet voor de speelsters. We hebben getracht op een in eer en geweten hen ook te verklaren. We gaan een EK spelen, daar moet je naar posities gaan kijken, naar de manier van wedstrijden die je tegemoet gaat. En ja, voor ons was de keuze nu van op dit ogenblik met de 28 verder te gaan die nu nog aanwezig zijn. De overgebleven Red Flames die spelen morgen tegen het gastland van het EK, tegen Engeland. Hun eerste van in totaal 4 oefenwedstrijden. Jenny Skyman zal niet in actie komen, omdat ze door haar lang seizoen bij Lyon pas gisteren is komen aansluiten. De wedstrijd tegen subtopper Engeland geldt voor Cerneels puur als voorbereiding op het EK. Hij zal dus nog niet uitpakken met zijn basisploeg. Ik kijk wel naar uit, omdat ik ook bijna van overtuigd ben dat we tegen iemand een ploeg van grote favorieten gaan spelen voor de eindwist op het EK. Dus een mooiere uitdaging kan je niet hebben. Morgen is geen wedstrijd waar speelsters die misschien niet op het veld staan er moeten van uitgaan dat ze niet zullen geselecteerd worden. Nogmaals, dat hangt af van waar staat het individu op dit ogenblik tijdens onze voorbereiding.
En hun mannelijke tegenhangers, de Rode Duivels, die speelden gisteren hun vierde en voorlopig ook laatste wedstrijd in de Nations League. En de Belgen deden tegen de Polen wat ze vorige week ook al deden. En dat is winnen. In Polen werd het 0-1, een goal van Michy Batshuayi. Maar één goal dus, terwijl er langs beide kanten genoeg kansen waren. Over een dikke 3 maanden in september, dan zijn er de laatste 2 wedstrijden in die Nations League. Die overwinning doet gewoon heel veel deugd en zo kunnen we verder bouwen naar de volgende wedstrijd in september. Uitblinker Yuri Tielemans geeft het ruiterlijk toe. Dit is een deugddoende zege. Goaltjesdief Batshuayi slaat toe na een kwartier voetballen. De assist is van Tielemans niet toevallig. Hij neemt de rol van Kevin De Bruyne over. Maar de Polen zijn wel taaier dan in Brussel. Vlak voor rust is Zalewski dicht bij de gelijkmaker. Na de pauze dan de klassieke wissels met Openda nu vooraan. Die lijkt ook op weg naar de 0-2. Maar zijn afwerking is te zwak. En ook Trossard kan de score niet verdubbelen. Voorin moeten we dat beter uitspelen, want uiteindelijk neemt je de risico's om voorin 1-op-1 te komen staan. En dan moet je het daar beter doen, denk ik. Want nu is het toch weer bibberen en beven in het slotkwartier. Mignolet eerst met de knappe redding. En in de slotminuten kopt Sviderski tegen de paal. Maar België wint wel met 0-1. 1-0 komen winnen in Polen. Een clean sheet ook voor mij, de laatste wedstrijd. Dat doet deugd. 2 keer gewonnen, 1 gelijkspel en 1 pandoering tegen Nederland. Dat is het rapport van de Duivels. Wat onthoud jij van deze 4 matchen? Oh ja, het is het laatste op het seizoen. Maar ik denk uiteindelijk van een harde tik deze wedstrijd. Denk we toch wilskracht en weerbaarheid hebben getoond. En tegen Polen toch een goede ploeg. 2 keer hebben laten zien dat we nog zeker een sterk team zijn. Niet vergeten, een paar spelers ook niet bij. Dus ik denk dat we alleen maar positief de zomer in kunnen. Nu tijd voor vakantie, wanneer vertrekken? Ach, zo snel mogelijk. Geniet ervan. Dank je. En terwijl het seizoen voor een pak internationals nog maar net is afgelopen, zijn verschillende ploegen al volop begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En bij Standaar doen ze dat met een nieuwe trainer. Het gaat om Ronnie Deila, een Noor van 46. Deila wordt gezien als een succescoach, want hij won prijzen in Noorwegen, bij Celtic in Schotland en ook bij zijn vorige club, New York City, een Amerikaanse competitie. I've been in paradise, you know, with Celtic. And did quite well and now I go to hell, you know. And I hope to succeed here as well. Deila voelt zich nu al thuis in de hel van Sklissen. Hij poseert met een glimlach voor de talrijk opgekomen pers. Zelfs de Noorse media zijn afgezakt om te weten te komen wat de Noor precies aantrekt in Luik. That is a working city and that also very very good for me. I'm coming from the same a small city in Norway. So I think a lot of the values that is in this club is also in my DNA. Op het oefencomplex, enkele kilometers verderop, leidt Deila zijn eerste training. Het gaat er nog gezellig aan toe, maar de komende weken beloven pittig te worden, want de nieuwe standaardcoach is ambitieus. It's no excuse to not get improvement in the team and achieve good things. And we hope, of course, to fight for coming up in the league, to fight for European Cup. That's we have to be a thing and a dream, of course, to win something with the club. En wie weet kan hij ook bij Standaar zijn kleren uittrekken, want dat doet de Noor traditiegetrouw na het pakken van een prijs. I'm not very proud when I see the picture again, but I'm proud of what we did. And if I can experience that together with these fans and our players and staff, and you want to see it, I'm ready. I can tell you. Hij is ambitieus en heeft dus blijkbaar vele talenten, hè, ja, de Noor. Alle redenen goed om naar het voetbal te kijken, Maarten. Zeker. Dus we vliegen erheen, blazen het schip op en verrassing, Robert! Jullie zijn er geweest. Dan plaatsen we jouw kristal in de knalraam. En volbrengen de missie. Het is een goed plan. Oneindig ver. Wil je nu dat ik aan je vinger trek? Niet intrappen. Buzz Lightyear, een populair speelgoedfiguurtje uit de Toy Story films, heeft nu ook zijn eigen film Lightyear. Volgens onze filmman Lieven van Gils is het een vermakelijke avonturenfilm geworden over een overmoedige ruimtereiziger die zijn grenzen leert kennen. In de Vlaamse versie horen we in de hoofdrol de stem van Louis Talpe. Klaar, kapitein Lightyear? Klaar geboren.
Oneindig ver? En verder. Onze perimeter is doorbroken. Buzz Lightyear, de plichtsbewuste Space Ranger, is met zijn bemanning op een vijandige planeet terechtgekomen en denkt maar aan één ding. Zijn missie volbrengen en terugkeren naar de aarde. Ik ben Buzz Lightyear en ik ben altijd zeker. Logisch toch? Oh nee. Dat ze aan Louis Talpe dachten voor die rol. Denk je niet per se dat het is omdat ik Megatobi was? Ik denk vooral dat, dat Buzz geen superheld is, maar wel een superheld in zijn eigen hoofd. Hij is iemand die... Die geniet van zijn eigen avonturen in de ruimte om nieuwe planeten te ontdekken, om de mensen te helpen. Maar het is geen Megatobi. Hij heeft geen masker op. Ook Barbara Sarafian mocht een stem inlezen. De robots doden. Ja? Wat zijn onze doelstellingen? De robots doden. En niet sterven. Niet sterven is toch iets dat we elke dag willen doen. Darby is in mijn geval een vrouw van een zekere hogere leeftijd. Ze heeft een kapsel dat mij heel hard doet denken aan dat van mijn moeder destijds, waar ik waarschijnlijk ook naar ga evolueren. Maar ik had meteen sympathie voor haar, omdat ze stoer is, maar uiteindelijk een peperkoekenhart. Oh, heeft er iemand een zakje? Nee, gebruik gewoon je helm. Lightyear betekent plezier voor jong en oud. En dat er een kus tussen twee vrouwen in zit, vinden de Vlaamse acteurs mooi meegenomen. Ik wist ook niet dat, dat Hawthorne een vrouwelijke partner had. En ik vind dat perfect dat erin komt. Kijk, de wereld evolueert. Hè. Dat is allemaal niet zo speciaal. Ik heb dat 40 jaar geleden al zien gebeuren, dus I am not shocked. Wat is dat geluid? Hey, maak mijn kat niet kapot. Hij is aan het spinnen. Hij vindt het leuk. Sokje, vind je dat leuk? Affirmatief. Het was vandaag zonnig zomerweer en er volgen nog enkele warmere dagen. Vannacht blijft het helder. Tegen morgenochtend koelt het af naar minima tussen 10 en 16 graden. Morgen dus opnieuw veel zon, enkele hoge wolkensluiers en maxima van 23 graden aan zee tot 28 graden in het zuiden van het land. Spanningen rond het stikstofakkoord waren onze opener vanavond. Minister Zwaldemier moet de woede van veel landbouwers incasseren en krijgt nu extra politiebescherming. Ik bedank u voor het kijken en geef nog graag mee dat collega Riyad Bari u straks ontvangt in Laat. Hij maakt zijn debuut als nieuwsanker en daar wensen we hem alle succes bij. Mooie avond nog, tot ziens. Dat de wijze waarop inderdaad een pop en een strop en de slogan die daarbij staat, dat ik dat ook betreur en dat ik daar ook afstand van neem en dat ik dat niet een goede manier van uiting van boosheid of van vragen vind. Jullie horen dat misschien niet graag. Ik kan op 2 jaar niet toveren. We hebben als stuurgroep met mevrouw De Mier ook in een dialoog gegaan. Maar uiteindelijk bent je beter dat je soms tegen een boom staat te praten. Ze neemt niks op, ze houdt met niks of niemand rekening.